Dit zijn trouwfoto's van mijn ouders. En dit zijn de enige twee die ik daarvan heb. Dus in 1938 in Haarlem genomen. Met bruidsmeisjes, zo te zien. Geen idee wie dat zijn. Als ik voor het publiek speel en met name bij herdenkingsevenementen zoals Radboud Reflex, is het altijd een grote uitdaging. Maar ik weet inmiddels vooral achteraf door wat de mensen mij dan als feedback geven, wat het met hun doet. En dat ik met de muziek kan bijdragen dat wat ze horen, zij op een andere manier verwerken of op een diepere, wat muziek altijd doet. Dat je naar de spirituele kant toekomt of naar jezelf toekomt of naar de andere mens toekomt. En dat probeer ik met mijn viool te doen. Ja, dit is de tweede keer dat ik voor de Holocaust Memorial Getuigenis een dag mag spelen. En dan ben ik heel blij om dit te mogen doen. Ik heb nooit echt last van nachtmerries of zo gehad. Ja, als een heel klein kind, die ik zelfs nog weet. Maar ik weet van mijn zus dat ze dat tot het eind toe had. Dat die had wel dus echt invloed van de oorlog had. Mijn zusje heeft er nooit over gesproken. Die is 4 jaar ouder, maar zoals haar zoon een keer zei, die kon er niet over praten. Ik ben geboren op 2 april 1943 in Amsterdam. In september van datzelfde jaar zijn we naar, met de familie in Westerbork gekomen. Vanuit Westerbork zijn we met de hele familie naar Bergen-Belsen gebracht. En einde in 1945 zijn we met de verloren transport in Treubiet terechtgekomen, waar mijn ouders beide zijn overleden. Mijn vader 's morgens, mijn moeder 's middags. Daarna zijn we met overgebleven familie teruggekomen in Nederland met de trein en in Maastricht terechtgekomen. Van waar we naar eerst andere familie zijn gekomen en later bij de ouders van mijn moeder, waar we opgegroeid zijn. Ik vind het nu heel belangrijk om een verhaal te vertellen, omdat het belangrijk is om het niet te vergeten wat er gebeurd is, zeker in deze tijd. Maar ook ik vind het ook belangrijk om te vertellen dat je als baby van nog maar een half jaar in een concentratiekamp terecht kon komen, zonder dat er eigenlijk iets tegen gedaan werd. Het gebeurde, maar het blijft gebeuren. Uiteindelijk overal. Ik denk dat het belangrijk is om daarvan te getuigen, zodat er misschien eindelijk een generatie komt die denkt dat het niet meer moet gebeuren.